Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer met Kitty Skylines. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag in ieder geval nog een aantal wolwijkjes bouwen. En voordat ik dat ga doen, zie ik dat we hier wel een beetje een probleem hebben met het verkeer. Dus ik ga eens even kijken of ik dat er wel nog aan kan passen. Want ze komen natuurlijk allemaal via deze kant en ze gaan dan allemaal hierheen. Maar dan loopt het ook langzaam maar zeker ook hier vast. Misschien moet ik gewoon een inrichtingsweg gewoon van deze kant naar die kant maken. Even zien, nou hebben we deze voor nodig. Oké, nee, nu gaan ze allemaal zo. Dus dan moet ik eventjes zo maken. Zodat mensen nu om moeten gaan rijden. Ik denk dat dat wel wat verbeterd wordt. Wat voor een weg heb ik hier? Volgens mij heb ik zo'n weg. Special Ready Occupied. Oké, daar kan ik niet echt veel mee doen. Op een moment. Natuurlijk wel later als we dat kunnen uitbreiden. Maar dat helpt in ieder geval wel een stuk. Misschien moet ik sommige wegen ook gewoon eenrichtingswegen maken. Maar hoe doe je ze dan aan de andere kant? Want nu moet ik het weer gaan slopen. Zo. En dan doen we gewoon hier dus hetzelfde. Gewoon een beetje goed vastklikken dat alles wat er zit. Ja, dat heb je dan als je die wegen gaat verplaatsen. Ja, we hebben ook al best wel wat geld eigenlijk. Nu ik het zo opmerk. Hoe zit het eigenlijk met het... met de stroom en zo? Stroom kan wel wat beter. Water en zo, dat is ook in principe nog wel goed. Zo, dan zijn er in ieder geval weer drie bij. Oh, hè? Dan hebben ze hier helemaal geen water. Gewoon helemaal vergeten neer te zetten. Nu is het natuurlijk wel op deze weg druk, maar dat is natuurlijk ook de enige weg die je hebt van het woongebied naar de industrie. Dus als ik bijvoorbeeld later nog een weg bij aan ga maken die daar ook die kant op gaat, dan is dat natuurlijk wel handig. Bijvoorbeeld als ik deze hele weg ga upgraden en dan ik dan gewoon deze kant opmaak, dat is in principe eigenlijk wel helemaal niet zo'n slecht idee. Is already occupied. Moeten we dus eventjes verplaatsen. Oké, okay, daar staat ook nog wat. Was jij dat? Oké, okay, medical clinic. Nou, dat ziet er in ieder geval een stuk beter uit. Zou ik dan wel even deze kant opzetten? Ik
kan ik hier natuurlijk gewoon weer een woonwijkje maken. Oké, dat is gewoon een huis. Dat is prima. Ja, nu heb ik nu wel de mogelijkheid om hier naartoe te uitbreiden. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen, denk ik. Oh ja, nee, oké, ik zat even te kijken van hoe dat nou precies zit. Maar ja, omdat deze weg natuurlijk nu breder is, zijn er nu ook een beetje anders met die markeringen en waar je de woonwijken kunt plaatsen. Maar misschien moeten we eigenlijk vandaar ook nog wel wat doen met de woonwijken. Of het. Ach, de woonwijken, ja, daar ben ik nu al mee bezig. Ik bedoel met het openbare vervoer. En zo, en de treinen en alles. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat eigenlijk allemaal al heb unlocked. Het meeste volgens mij wel. En hier staat één gigantische steen. Oké, gaan we nu ook even hier natuurlijk even de waterleiding aanleggen. Dat is natuurlijk ook wel even verstandig. Maar ja, het openbaar vervoer kan natuurlijk ook op zich wel wat makkelijker worden voor het verkeer. Ja, nu zit natuurlijk nog behoorlijk druk op de weg, maar ja, als er bijvoorbeeld openbaar vervoer overal heen gaat, ja, dan heb je er ook nog niet echt zo last van. Oké. Okay. Dan moet ik er daar nog maar eentje bij zetten. Oké, okay, hoe zit het met het openbaar vervoer? Oké, okay, we kunnen alleen nog even een bus regelen. Dus die zet ik waarschijnlijk gewoon hier neer. Oké, dus ik ga even kijken. Dus dan laten we gewoon de bus overlopen. Zetten we hier ook nog even een aantal bushaltes neer. Dan gaan we gewoon een hele buslijn hieromheen maken. Dus deze zou ik dan even hier moeten zetten. Echt, al die mensen worden blij van, oh, we hebben nu een bus.
Oké, dan beginnen we ook gewoon hier alvast naartoe te werken. Echt, de indeling van hoe ik de bus stoppen en zo maak, dat is echt niet logisch. Valt ook waarschijnlijk wel te zien, denk ik. Kan ik beter even gewoon hier daar neer plempen. Oké, dan gaan we gewoon hier ook nog even door deze woonwijkjes heen. Nou, dan gaan we ook gewoon weer even terug. En dan gaan we nog even in de industrietrein even op. Oké, moet ik dan wel eventjes deze kant op? En dan connect ik hem gewoon daaraan. Waarom de fuck zijn er zoveel mensen dood? Nou, hier, neem een groot ziekenhuis. Not enough money, yay. Waarom is er zo'n grote hoeveelheid aan afval overal? Oh god, wat een drukte hier. Al die bussen die hier uitkomen, hoeveel fucking bussen zijn dit? 39. Jullie houden nu wel het hele verkeer vast. Misschien moet ik deze bushalte maar even weghalen. Zo, dat maakt het gelijk een stuk beter. Oh, maar als ik nu dit allemaal doe, gaan die buslijnen zeker ook weer weg. Ja, zo te zien wel. Dat is mooi kloten. Dus dan mag ik dat zo ook allemaal weer even opnieuw doen. Oh nee, ze staan er nog. Eigenlijk moeten we dit ding hebben. We hebben nog wel even wat meer mensen nodig. Zo.
Oké. Is met deze weg aan de hand dan? Oh, dat is gewoon met die bushalte. Zullen we nu dat goal wel even kunnen aantikken? Jee. Nou, neem maar een goal, powerplant. Powerplant. Nou, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like, effect nou. En dan zie ik hem ook weer. Later.